Er was altijd wel één ding wat ik heel graag wilde toevoegen aan mijn collectie. En dat is een grijpmachine. Deze heb ik gevonden bij Made for Arcade. We build, you play. Wat ook heel erg mooi is van grijpmachines, is dat we deze dus helemaal in kunnen stellen. En dat laat ik je ook in deze video zien. Want eigenlijk, technisch gezien, op sommige plekken heeft het gewoon niks met skill te maken. En is het gewoon een kansspel wat ze instellen. We kunnen deze machine namelijk instellen op een x-aantal kracht om de klauw te bedienen. Daarnaast ook nog vele andere dingen van dat hij in principe gewoon loslaat, dat hij shaked. Kortom, het is best wel nasty als je erover nadenkt. De verpakking is echt perfect. Ik heb zover ik gezien heb geen schade aan de kast. Dus als je hem op wil laten sturen is dat geen enkel probleem. En zal hij volgens mij voor echt wel een prima conditie aankomen. Mits ze natuurlijk met een hoorvorkheftruc overheen rijden. Dan is het natuurlijk een ander verhaal. Nou ja, het is een combinatie van metaal en plastic hier aan de bovenkant. Waar ook de RGB verlichting in zit. En het wordt één grote kermis. Daarnaast hebben we in ieder geval een muntproef. Maar laten we eventjes ook de onderkant verwijderen. Voorzichtig op de zijkant leggen. En dan ook de sleuteltjes even losknippen. En dan kunnen we hem openmaken. Het volgende wat we moeten doen is hem gereed stellen. Nou ja, we krijgen er ook een echt zo'n Chinese handleiding bij. Maar dit is in ieder geval generatie 2 grijpkraan. Dus houd er rekening mee dat je wel twee varianten hebt. Dan mag nummer 2 moet je gewoon hebben. Dan gaan we in ieder geval deze tie wraps losknippen. Hou er wel rekening mee als je in de toekomst deze grijpkraan gaat transporteren. Dat vanaf nu in principe de claw in principe in de kast gewoon alle kanten op gaat. Dus wees daar wel extreem voorzichtig mee. Of doe er gewoon weer opnieuw een tie wrapje aan. Ja, dat is niet heel handig, maar goed. Voor de rest, het is een hoop gepriel. Ik ben heel voorzichtig met een scherp, dun, klein kniptangetje probeer ik de tie wraps los te knippen. Kan je vertellen, het is een hele uitdaging. Hier hebben we dan het opvangbakje voor de muntjes. Daar bevindt zich dan ook de kabel. Die gaan we er eens even uithalen. Nou had ik er toevallig wel eentje liggen. Maar goed, heb je er nou geen, daar kan je hem vinden. De muntproef moeten we later ook nog eventjes in gaan stellen. Daarachter kunnen we namelijk ook de settingsknop vinden, die ik je zo meteen even laat zien. De muntproef kunnen we super makkelijk instellen. Je moet er gewoon een muntje tussen doen als voorbeeld en vervolgens herkent hij het. Nou, mee de grijpkraan kreeg ik een leuk zakje. Wat knuffels heb ik hier wel bijgekregen nog. En dan hebben we nog in ieder geval de munten. Dit is de Made for Arcade munt. Deze doen we er namelijk even tussen. Er zit een veer achter, je trekt hem naar achteren en vervolgens doe je hem gewoon even tussen. Zo weet de machine wat het formaat is van de munt. That's it. Super eenvoudig om het zo in te stellen. De kabel zit erin, dan zetten we de machine eventjes aan en het volgende wat we gaan doen is hem vullen. Ik heb van alle soorten producten gekocht, hou er wel rekening mee, het is een kleine grijpkraam met een kleine claw. Dus we hebben niet de mogelijkheid om echt alles te kunnen pakken. Dus we moeten een bepaalde vormgeving hebben om toch wel de mogelijkheid te hebben om iets te kunnen pakken. Zoals een knuffeltje is super makkelijk, deze kunnen we eventueel ook los erbij krijgen of kopen, ligt er een beetje aan. Voor de rest in ieder geval, dit soort dingetjes pakt hij heel erg makkelijk, afhankelijk ook hoe je hem instelt. We hebben de joystick voor de bediening. En een knop om in principe te grijpen. Dat is het enige. Nou, gaan we even testen of dat alles goed functioneert. Dat doet hij. De knop even ingedrukt houden. De camera heeft ook de mogelijkheid om hem twee keer in te drukken. De tweede keer pakt hij meteen. Voor de rest, het display geeft aan hoe vaak je kunt spelen. Wat de tijd is. En deze staat dan in principe op het moment op free games. Maar dan kan je hem ook opzetten. Gaan we het klepje er weer uithalen met de muntproef. Hier aan de achterkant is een beetje lastig filmen. Daar hebben we ook nog een aan- en uitschakelaar zitten. En dan hebben we in principe daar een knopje zitten. De knopje druk je in. En dit is best wel een leuk, interessant iets om te laten zien aan jullie. Dit geeft gewoon mooi aan hoe je in principe de ding in kan stellen. Niet alleen van hoeveel coins erin moet doen, maar ook bijvoorbeeld hoeveel tijd je hebt. Het volume van, het muziekje aan de achtergrond. Echt verschrikkelijk trouwens. Er zitten van hele rare muziekjes. Maar je hebt dus ook een sensor kan je aan en uitzetten. Free-to-play kan je aan en uitzetten. Diverse muziekjes wat ik al aangaf. Ik vind ze allemaal afgrijzelijk. Ik wou dat je het uit kon zetten, dat kan weer niet. Maar als je gaat bijvoorbeeld bij probabilities, hier kan je dus in principe alles instellen. Of je een prijs krijgt, wel niet hoeveel je een keer moet grijpen voordat je überhaupt een prijs krijgt. Dit ding is gewoon helemaal in te stellen. Bij de parameters wordt het nog leuker. Hier kunnen we zelfs de voltage op de claw aanpassen. 48 volt is in principe het maximale. Maar laat hem even open doen, dan zal ik even het verschil laten zien. Nou, we hebben in principe de claw. Het nadeel vind ik wel dat we eigenlijk niet echt grip hebben. Het is allemaal van metaal. Je zou er nog eventueel dus zo'n grip rubberen dopjes op kunnen doen om iets meer grip. Hij pakt op zich best wel stevig vast, maar ik merk wel dat je een bepaald formaat moet hebben. Kijk, stel je hem helemaal terug. Kijk, dit doen ze vaak ook bijvoorbeeld op een bepaalde locatie waar je deze claw machines vindt. Stel, je zet hem op 5 volt, even overdreven. Kijk, dan beweegt hij gewoon bijna niet. Maar des te meer voltage hem gaat geven, des te sterker het hem vastpakt. Uiteraard ook afhankelijk wat voor claw. Kijk, we gaan hem eventjes verder instellen. Dan zetten we hem op 11,5 volt. Kijk, zo je beweegt hij al een beetje. En zo ga je hem in principe instellen. Kijk, hier pakt hij in principe helemaal. Nou zul je denken van, hé, hij gaat hem pakken. Nou, laten we hem zeggen,
pak bijvoorbeeld zo'n speelgoedje of van die Rubik's kubussen of een dobbelsteen. Kijk, deze is in principe gemaakt van rubber, dus die pakt hij sowieso bijna altijd. Maar laten we eens even kijken, dit is een knuffeltje. Kijk, zoals je ziet, ik heb het voltage niet helemaal volgezet. En dan zie je, hij pakt hem nog net wel, maar op het moment dat hij gaat bewegen, gegarandeerd dat hij hem laat vallen. Nou ja, zoals je ziet, de Rubik's kubus, die pakt hij niet eens. En dan zie je wel dat er echt wel verschillen in zit. Dus gaan we hem eventjes terug omhoog zetten. Hier kunnen we dus inderdaad mee gaan rommelen. Laten we eens eventjes kijken waar we hem op zetten. Pakken we, nou, 40 volt. Dat is nog niet maximaal. Maar zoals je ziet, pakt hij hem lekker vast. Kijk, de Rubik's kubus pakt hij nu wel, maar wel met moeite. Dus dat zijn alweer van die dingetjes. Kijk, een autootje in een doosje, is deze klaar gewoon. Ja, het is mogelijk, maar het is hem eigenlijk wel niet. Ik denk als die ligt dat het lastig wordt. Kijk, zo'n doosje gaat hij niet pakken. En dat heeft meer te maken omdat er gewoon geen grip aanwezig is. Dus hou er wel rekening mee dat deze machines altijd wel op een bepaalde manier zijn ingesteld. Als het om de voltage gaat of een bepaalde tijd dat hij hem vasthoudt of soms laat hij hem ook gewoon los. Nou moet ik zeggen, vond ik het wel echt gewoon goed zichtbaar als deze hem loslaat in principe. Maar je hebt als klauwmachines die zijn zo ingesteld, dan valt het eigenlijk niet eens meer op. Dan pakt hij iets vast en dan denk je van, hey, hij heeft hem niet goed vastgehouden. Nee, in zekere zin, nee, hij laat hem gewoon los. Maar dat zie je dan niet. Dat heb je bij deze kleine, vond ik het wel anders. Voor de rest hebben we dan zeg maar de operation menu, zie je precies hoeveel prijzen hij uit heeft gegeven en dat soort zaken. Maar goed, voor thuisgebruik is het niet echt heel relevant. Maar om even leuk een idee te geven wat je allemaal in kan stellen. Voor de rest kunnen we hem dan weer aan en uitzetten als we hem in hebben gesteld aan de binnenkant. En zo stellen we de machine in. We kunnen het muntje inwerpen. Hij detecteert hem. We kunnen dan een prijsje. We hebben hem in principe gezet op de maximale kracht. Maar zoals je ziet, hij kan dit autootje gewoon niet pakken. De doosjes zijn te glad. We zouden even dat soort rubbertjes eraan kunnen doen om grip te pakken. Maar zo'n speeltje of een knuffeltje, dat pakt hij zonder enkele problemen. Dus daar zie je dan wel weer in van hoe deze machine werkt. En dan kunnen we aan deze links onderin de prijs eruit halen. Dan hebben we in ieder geval nog de snoepjes. Nou, op zich, dit heb ik dan een tijdje te proberen. Dat werkt heel goed. Ik vind het wel heel erg leuk, maar ook een beetje rommelig. Het nadeel is wel, ze moeten goed liggen zoals je hier ziet. Hij staat perfect afgesteld dat hij gewoon 48 volt heeft. Dat alles perfect werkt en je ziet toch pakt hij het niet. Dus ook een beetje afhankelijk van hoe ligt alles. Kijk, en nu is het ook echt in mijn opinie een skill game. Kijk, deze ligt perfect ervoor. Kijk, en nou pakt hij het zakje. Maar hij laat hem toch los, want hij glijdt uit de klauw. En nogmaals, dat is het punt. Dan kunnen we misschien eventueel met soort rubberen sokjes of iets van de rubbers om de puntjes doen. Dan zou hij beter pakken. Maar of hij moet hem goed pakken. Kortom, we kunnen er in principe van alles nog op instellen. Hey, hoe snel hij moet bewegen. We kunnen hem daar nog eventueel testen. Kijken of dat alles goed werkt. Ook eventueel de manier hoe diep die gaat als het gaat om het pakken. Leuke RGB-verlichting. Dit is gewoon echt een eye-catcher als het gaat om je arcade room. 2 gig super powerful LED-strip zit er gewoon in. Ik vind het echt een enorm leuk ding om toe te voegen aan mijn collectie. En het is gewoon geinig om er snoepjes in te doen. Zodat mensen hem gewoon op freeplay af en toe dingetjes kunnen pakken. In ieder geval bedankt voor het kijken. Laat me weten wat vind jij van klaarmachines. Zou je zo'n ding in je eigen huis willen hebben? En ja, wat is jouw ervaring als het gaat om arcades? Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En ik zou het leuk vinden om jou weer te zien in de volgende video. Yeah, daar komt ie hoor.